arbeid, kinetische, die twee hebben we gehad. Maar wat is nu de invloed van de een op de ander? Oftewel arbeid, kracht, massaverplaatsing en kinetische, een half mv kwadraat. Weet je het nog? We gaan van start. Stel je voor, je hebt een hoeveelheid beweging. Betekent dus, je zit op de fiets en je gaat vooruit. Dan heb je kinetische energie. Je gaat wat harder trappen, oftewel je verricht arbeid, voortstuwingskracht. En dat betekent dat die kinetische energie toeneemt. Je gaat sneller. De kinetische energie neemt toe, dus een klein stukje toename. En die kinetische energie die je erbij krijgt, die is gelijk aan de arbeid die je hebt verricht. Stel je voor dus, je had 100 joule, je verricht 25 joule arbeid, of 25 newtonmeter. Die twee eenheden zijn gelijk, hè, joule, newtonmeters. Dat betekent dat er 25 joule bij komt, oftewel je hebt in totaal 125 joule aan kinetische energie. Andersom, stel je voor, je hebt een behoorlijke vaart en er komt een scherpe bocht, dus wat doe je? Je remt bij. En remmen betekent gewoon een wrijving. En wrijving is een negatieve arbeid. Oftewel, de kinetische energie die neemt af. En het deel wat afgenomen is, is ook weer hier gelijk aan de arbeid die je hebt verricht. Maar dan wel negatieve arbeid. Hè? Vandaar dus dat een afname is. Dus weer, stel je voor je had 100 joule. Je verricht een arbeid van 25 joule, maar dan wel negatieve arbeid, dan krijg je dus dat je 75 joule aan kinetische energie overhoudt. Dat is alles, arbeid en kinetische energie. We gaan natuurlijk wel eventjes verder, maar hier gaat het in principe om. Wel, hier hebben ze ook een wet van gemaakt, maar je begrijpt al, het is op zich heel logisch. Maar goed, wat zegt die wet? Die zegt van, als je positieve arbeid verricht, dan ga je sneller. En verricht je negatieve arbeid, dan ga je minder snel. In formulevorm, de totale energie, sorry, de totale arbeid, dat is hier, W totaal, is gelijk aan de totaal verschil in kinetische energie. Oftewel, arbeid is F keer S. En F keer S is de verschil in energie, dus een half mv kwadraat op het eind, min een half mv kwadraat van begin het. Eind min begin is het verschil. En dit is de wet van arbeid en energie. Even een voorbeeld om het een en ander toe te lichten in de praktijk. Ja, je hebt een fietser en die staat boven op een helling. En lekker makkelijk naar beneden rollen, niet fietsen, maar gewoon lekker zonder te trappen naar beneden toe. Er is wel een wrijving, 25 newton. Je krijgt hier dus een beginsituatie. En een beginsituatie betekent dus dat je een kinetische energie kunt hebben en zwaarte-energie kunt hebben. Een plaatje. Ja, de fietser bovenaan heeft in het begin geen snelheid, maar in het begin wel een hoogte. Betekent dus dat er geen kinetische energie is, maar wel een hoogte- of zwaarte-energie. Goed, naar beneden rollen betekent dat er arbeid wordt verricht, maar wie of wat verricht arbeid? Wel, er zijn twee krachten hier, namelijk de zwaartekracht en de wrijvingskracht. En die twee krachten, die zullen een arbeid verrichten. Dus zwaartekracht en wrijving. Eerst de wrijving. Hoe kun je arbeid berekenen? Wel, F keer S. De wrijving, ja, let op, wrijvingskracht is langs de helling. Dus betekent dat je ook S moet doen die langs de helling is. En dat is hier 80 meter. De helling is 80 meter lang. Dus je vult voor wrijving in min 25 keer 80. En je krijgt dus een arbeid van min 2000 joule. Negatief. Arbeid door wrijving is altijd negatief. Dan de zwaartekracht. Zwaartekracht, hetzelfde verhaal. Namelijk je berekent met F keer S. Maar je krijgt dus nu hier wel dat de zwaartekracht is loodrecht naar beneden toe, dus je moet ook de
verplaatsen, nemen loodrecht naar beneden toe. En dat is dus hier die 15 meter. Dus vandaar dat je hier voor S 15 invult. Zwaartekracht 75 keer 9,81 mkg. En zwaartekracht verricht dus een positieve arbeid van 11.000 joule. De totale arbeid die wordt verricht is dus 11.000 min de 2.000 is 9.000 joule totale arbeid. En die totale arbeid die zal dus worden omgezet in, precies, in kinetische energie. Ja, onderaan hoogte 0, dus zwaarte-energie, de hoogte-energie is 0. En de kinetische energie die is 9.000, want de totale arbeid die zal worden gebruikt aan de toename van de kinetische energie. Hoe groot is trouwens de snelheid op het eind? Die kun je nu berekenen. Want kinetische energie is een half mv kwadraat. En die is 9000. De massa weet je, 75 kilogram. Dus kun je snelheid berekenen. En die is 15 meter per seconde. Begrepen? Oké. We gaan eventjes verder. Ja, kijk eens aan. Twee stoere werkers. Ja, draaien hun hand niet om voor een beetje werk. En ze sjouwen die twee steen, die stenen naar boven toe. Er zit wel een klein beetje verschil in. En tja, kijk eens aan. Wie heeft hier de meeste arbeid verricht? Denk even na. Nou. Hé, dat is wel apart natuurlijk. Hè? Ze hebben beiden precies dezelfde arbeid verricht. Want ja, het is F keer S. F, de zwaartekracht is voor beiden gelijk. S is ook gelijk. Ja, dus gelijke arbeid. Ja. Waarom zou een beetje baas toch het plezieriger vinden als je de linker arbeider in dienst heeft? Dat is omdat de tijd van belang is. De linker arbeider verrichtte dus arbeid in een kortere tijd en dat is voordelig. En we noemen dat vermogen. Vermogen is de arbeid per seconde. Ja, dus hier zwaartekracht bijvoorbeeld 30 newton links en rechts. Beiden omhoog. Ja, de een doet 2 seconden over, de ander 3 seconden over. En ze gaan 2 meter de hoogte in. Arbeid is links en rechts gelijk. Dus dat is het verschil niet. Maar per seconde is aan de linkerkant 30 joule verricht. En aan de andere kant 20 joule per seconde verricht. En dat is vermogen. Het vermogen van 1 is 30 joule per seconde. Of anders gezegd 30 watt. En aan de andere kant is slechts 20 joule per seconde. Oftewel 20 watt. Vermogen is dus de arbeid per seconde. Symbool is de hoofdletter P van het Engels woord power. En de eenheid is watt. En watt, dat is dus eigenlijk gelijk aan joules per seconde. Je berekent dus arbeid per seconde. Let op, arbeid invullen joules of newtonmeters. Tijd altijd in seconden. En dan krijg je het vermogen in watt. Een voorbeeldje. Ja, je hebt een bouwvakker. Kruiwagen vol met beton, dus behoorlijk zwaar. Ja, en hij moet 60 meter verder het sjouwen. Het duwt 35 newton in 33 seconden. En een ander, ja, die denkt van, hé, oké, lege kruiwagen, dat doe ik dan wel weer. Maar omdat het leeg is, kan je natuurlijk wel sneller hem verplaatsen. En hij doet het in 18 seconden. Hij heeft maar 20 newton nodig. Welke heeft nu het grootste vermogen? Nou, dat kun je berekenen, want ja, de ene kracht 35 newton, 60 meter en 33 seconden. Ander 18 seconden, 20 newton en natuurlijk ook 60 meter. Hè? Hij duwt hem terug. Oftewel, de eerste bouwvakker, arbeid gedeelde tijd. Arbeid is F keer S en je komt op 64 watt. En de tweede bouwvakker, ja, nou, die heeft dus weliswaar heeft hij het lichter gehad, maar omdat hij het sneller heeft gedaan, heeft hij toch met een groter vermogen gedaan.
Dus bouwvak 2 het grootste vermogen. Even een klein vraagje nog erachteraan. Nou, stel je voor, bouwvakker 1 die wil evenveel vermogen doen. Wat had hij dan moeten klokken voor die actie? Wel, arbeid gedeelde tijd is vermogen. De tijd wordt nu gevraagd, dus tijd is arbeid gedeelde vermogen. De arbeid, goed, daar verandert niks aan. Dat is 35 keer 60. Het vermogen wat hij wilde doen, gelijk aan de ander, is 67. Dus in plaats van 33 seconden had hij er dan 31 seconden over moeten doen. Vermogen, arbeid, gedeelde tijd. We gaan eventjes daar iets mee rommelen. Want arbeid, wat is dat? Arbeid is precies F keer S. F keer S gedeelde tijd. Even een beetje uit elkaar trekken. Ja, even voor, dan hou je S gedeeld T over. Wat is S gedeeld T? Wat is afstand gedeeld tijd? Afstand gedeeld tijd, meters gedeeld seconden, meter per seconde. Dus dat is snelheid. En dit is op zich ook wel een makkelijk iets om te doen. Namelijk, vermogen kun je ook berekenen door F keer V te doen. Dat betekent dus dat je zit op de fiets, je hebt een kracht nodig om een snelheid in stand te houden. En het vermogen kun je dan berekenen door kracht keer de snelheid te doen. Nou, ook hier even een voorbeeldje voor. He, een mooie auto. Ja, en behoorlijk iets waar je behoorlijk indruk mee kunt maken. Gevraagd wordt van hoe groot is nu de voortstuwingskracht als hij op topsnelheid rijdt. Nou, alle gegevens staan ernaast. De gegevens die je hier nodig hebt is het vermogen. Het vermogen is 298 kilowatt. En de maximale snelheid is 300 kilometer per uur. Nou, als je P weet en je weet V, dan kun je F wel berekenen. Ja, dus vermogen, 298 kilowatt, het moet natuurlijk wel in watt, dus die kilo moet je wel eventjes die 1000 van maken. Snelheid, 300 kilometer per uur, moet in meters per seconde, dus delen door 3,6. En dan P is F maar V, alles invullen en je hebt F, 3,58 kilonewton. Ach, arbeid, wie houdt er niet van? Lekker. Op de motor erop uit, of natuurlijk in de natuur. Ja, een paardenkracht is vermogen. Ja, eventjes leuk te weten, één paardenkracht is een dikke 700 watt. Maar ach, allemaal leuk en aardig. We maken er nu even een eind aan. Tot ziens.